Hey mensen, we zijn alweer bij de allerlaatste video van 2016, want is het jaar toch weer snel gegaan. Iets clichés om te zeggen, ik weet het. Het is toch wel zo, ook al heb ik het gevoel gehad dat ik niet heel veel boeiends heb gedaan dit jaar. Maar ik heb toch een paar leuke momenten kunnen vinden en die ga ik in deze video met jullie doorlopen. Er zitten ook een paar dingen in die wat minder waren. Maar ja, daarmee weegt het elkaar toch weer een beetje af. Maar over het algemeen zijn het hoogtepunten. Ja, laten we snel beginnen. Nou, in januari heb ik eigenlijk helemaal niks boeiends gedaan. Het was een hele rustige maand voor mij. En ja, ik ging gewoon naar school. Ik ging niet naar school. Ik ging naar stage. Ik liep nog stage bij de Dutch YouTube Catering. En dat liep op een gegeven moment ook ten einde die maand. Maar ja, verder heb ik eigenlijk toen helemaal niet zoveel boeiends gedaan. In februari was ik eigenlijk al klaar met mijn stage bij de Dutch YouTube Catering. Maar ik besloot toch te helpen bij de huishoudbeurs. Want daar hadden ze een Dutch YouTube Catering kijkerslounge. En ja, extra crew kan soms handig zijn. En daar heb ik ook gevlogd. En ik heb het ontzettend leuk gehad daar. Met de YouTubers en de fans ook. En ja, dat was toch wel een hoogtepuntje. In maart besloot ik mij in te schrijven bij de sportschool. Dat heeft echt ontzettend veel moeite gekost om die drempel over te gaan van ik ga het doen. Uiteindelijk heb ik maar 3 maanden volgehouden. Ik had daarvoor namelijk 2 jaar lang niks gedaan. En ja, voor mijn therapie had ik zoiets van ja, ik moet dat toch maar weer gaan doen. Ik hield het 3 maanden vol en ben toen weer gestopt. Op 30 april en 1 mei was de YouTube Catering. En zoals elk jaar ga ik daar natuurlijk ook weer heen. En ja, het was gewoon weer gezellig zoals altijd om de YouTubers weer te zien. En ze hadden een zaterdagavondshow waar ik ook heen ben geweest. En ja, het was bij elkaar gewoon een heel gezellig weekend. En op 5 mei ging ik naar het Bevrijdingsfestival in Groningen samen met Casper om John Coffey en Delaine te zien. En ja, dat was ook weer super gaaf. In juni ging ik naar Megadeth en Trivium in de Oosterpoort. En dat was de 2e keer dat ik Megadeth zag en de 1e keer dat ik Trivium zag. En ja, ik was van tevoren echt super enthousiast dat ik daarheen ging. En in eerste instantie zou ik helemaal niet gaan, want ik vond de kaartjes toch wel een beetje duur. Maar uiteindelijk kon ik een kaartje overkopen die ja, goedkoper was en kon ik alsnog heen gaan. En ik heb er zeker geen spijt van. Ook ging ik in juni voor het eerst naar het festival Jerro on Air. En dat was voornamelijk ook omdat Our Last Night daar kwam. Die kon ik natuurlijk niet overslaan. Maar ook waren een paar andere bands die ik weer wilde zien, zoals While She Sleeps. En er waren ook een paar bij die ik voor het eerst zag, waaronder Die Hard is Murder. En ja, ik ben toch wel blij dat ik heen ben gegaan en we waren met een ontzettend leuke groep daar. En ja, het was gewoon een echt gaaf weekend. Nou, de meeste van jullie zullen wel de relatie van Dylan en mij meegekregen hebben, maar in juli kwam dit ten einde. Ja, hier ga ik verder niet over in details treden. Dat is gewoon iets persoonlijks. Maar in diezelfde maand heb ik Joey leren kennen. En ja, we zijn op een gegeven moment in augustus samen naar Into the Grave gegaan. En ja, na dat weekend besloten we toch wel van oké, dit zit wel goed. We maken het officieel. En ja, voor dat weekend voelde het eigenlijk al wel goed hoor. Maar ja, we besloten toch het officieel te maken na dat weekend. En ja, we hebben er echt gelukkig hele leuke reacties op gekregen en die krijgen we nog. En ja, we zijn nog steeds heel blij met elkaar. Dus ja, we zijn nu alweer ongeveer 4,5 maand verder. Dus het gaat echt ongelooflijk snel. In augustus ging ik ook voor het laatst naar therapie. Ik heb meer dan een half jaar, volgens mij iets van 8 maanden of zo, heb ik therapie gehad voor chronische vermoeidheid. En ja, ik heb daar zeker het een en ander uitgehaald. Er zijn zeker verbeteringen. Het is nog steeds niet helemaal weg. Maar ik voel me wel een stuk beter. En op het moment dat het echt heel druk is, zoals de afgelopen tijd met examens, dan merk ik wel dat ik wat sneller terugval. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk veel beter. En doe ik ook meer dan voorheen. En jullie hebben het wellicht opgemerkt bij een aantal video's. Ik heb eindelijk lampen. Ik heb daglichtlampen. Die kun je dus verder niet op sterkte of wat dan ook instellen. Maar ja, het zijn eigenlijk gewoon daglichtlampen wat natuurlijk licht geeft. Al moet ik wel een beetje oppassen hoe ik ze neerzet. Maar over het algemeen kan het prima. Ja, ik ben er eigenlijk heel blij mee. Zeker nu in het najaar. Want het wordt zo ongelooflijk snel donker. Dat het soms gewoon lastig is om te filmen. Nu heb ik toevallig mazzel dat de zon schijnt. Maar over het algemeen zou ik nu al een beetje gaan schemeren. En zou ik de lampen dus al nodig hebben. Want inmiddels is het 3:15.
Maar goed, nu heb ik ze niet nodig vanwege de zon. Dankjewel, zon. In september was ik fotograaf op City Rock. Ik was de huisfotograaf daar en mocht het publiek in beeld brengen. En dat was ontzettend leuk om te doen. En ja, het is ook gewoon met de crew heel gezellig geweest. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik ervoor gevraagd werd. Want normaal gesproken is er een andere fotograaf die dat doet. Maar ja, die heeft mij nu elke keer als een soort van backup staan als hij niet kan. En dat is echt super tof eigenlijk dat hij ja, mij dan dat soort klussen toevertrouwt. En dat is de tweede keer al dat hij dat heeft gedaan. En dat vind ik echt super vet. Ook ging ik met school naar Keulen. Dat was mijn allereerste excursie, of nou ja, buitenland excursie op deze opleiding. Helaas ging het niet helemaal goed, want ik werd ziek. Na de eerste nacht had ik eigenlijk gewoon echt koorts en alles. Dus heeft Joey mij opgehaald uit Duitsland. Hij is gewoon naar Duitsland toegereden, mij opgehaald. En dat was maar goed ook, want ja, ik had dus heel erg koorts. En dat had dus heel slecht af kunnen lopen als ik nog een nacht in een tent had moeten slapen. De volgende dag stond op Solva gepland. En aangezien ik wel wat extra geslapen had, kon ik mee. Ik stond daar gewoon met knikkende knieën daar bij wijze van. Maar ik heb het overleefd en ik was blij dat ik mee was, want dat was echt super leuk. En ja, het was een heel klein concert, maar de kleinere concerten zijn zo intiem. En de sfeer is daar ja, zo anders dan bij grotere concerten. Dus ik heb daar echt ontzettend van genoten. En ja, dat was voor mij eigenlijk een beetje geluk bij ongeluk op dat moment. In oktober vierde ik voor het eerst Halloween. Ik vierde het eigenlijk nooit. Maar ik was dit jaar uitgenodigd door een paar meiden om een Halloweenfeestje te vieren. En dat was echt super leuk. En het was echt een girls only feestje, dus het was echt gewoon lekker tutten, film kijken, lekker hapjes maken. We namen allemaal iets mee, mijn brownies waren alleen mislukt, maar ja, het ging om het idee. En ja, het was eigenlijk ontzettend gezellig, dus ik ben benieuwd of ik misschien volgend jaar weer Halloween ga vieren. In november gingen Joey en ik naar Obituary plus Exodus en daarbij waren ook nog Prong en King Parrot. Maar ja... Ik zou in eerste instantie alleen gaan, of ik zou eigenlijk met iemand anders gaan, wat op het laatste moment werd afgezegd. Dus heeft Joey het zo kunnen fixen dat hij overdag moest werken in plaats van 's avonds, zodat hij ook mee kon. Zodat ik niet in mijn eentje hoefde en dat was maar goed ook, want ik had het best wel benauwd. Dus we zijn uiteindelijk ook wat eerder weggegaan. Maar ja, het was ontzettend leuk en het was in Leeuwarden. Het was voor het eerst dat ik in de neushoorn kwam en ja, ik vind het eigenlijk toch wel een best leuke zaal daar. Nou, in datzelfde weekend van dat concert heeft Joey de twee kittens Ice en Anthrax opgehaald. En ja, jullie hebben misschien al wel foto's voorbij zien komen op social media. En ja, de katten zijn echt ontzettend snel aan het groeien, jongens. Dat is echt niet normaal, maar ja, ze zijn nog steeds super schattig en ze zijn echt lief. Halen natuurlijk vaak genoeg katten kwaad uit. Maar over het algemeen zijn het echt twee knuffelkontjes. Dus ja. En we zijn ook nog in die maand naar Bullet for My Valentine geweest. En dat was het laatste concert van het afgelopen jaar. Ja, heel sad. Ik heb in december gewoon geen concerten meer gehad. Maar ja, Bullet for My Valentine was ook weer ontzettend gaaf. En ik had vorig jaar overgeslagen om daarin te gaan. Dus ik moest en zou dit jaar weer heen. En dat heb ik gedaan. En dat was superleuk. En dan december. Ja, december heb ik eigenlijk net zoals in januari niet zoveel boeiends gedaan. Het was voornamelijk een maand waarop ik heel erg gericht was op school. Op de examens die ik moest doen. En ja, natuurlijk de feestdagen heb ik wel van genoten. We hebben Sinterklaas gevierd met de familie. En ja, afgelopen week was het natuurlijk kerst. En dat heb ik ook met de familie en met Joey gevierd. Dus ja, dat is er wel gebeurd. Maar voor de rest geen bijzondere dingen eigenlijk. Ja, dat was mijn 2016. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. Laat ook even weten wat jouw hoogtepunten waren van 2016. Want dat vind ik ontzettend leuk om te lezen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En je kunt me volgen op social media en de artikelen bekijken op mijn blog. En de links daarvan die staan onder in de beschrijving. Ik wil jullie alvast een heel gelukkig nieuwjaar wensen. En dan zie ik jullie in 2017 weer. Doei!